Een hele goede morgen allemaal, welkom bij een nieuwe video. Vandaag ben ik op pad met de werkgroep 70 jaar Moerlukkers in Zwolle. En net zoals afgelopen mei ga ik vandaag weer op pad met hen. En afgelopen mei zijn wij op pad geweest naar onder andere Rotterdam en Ommen. Om zo de weg af te leggen die onze ouders en grootouders hebben afgelegd 70 jaar geleden. Vandaag zou eigenlijk de herdenking met de hele Zwolse Moerlukse gemeenschap plaatsvinden hier in Zwolle. Maar helaas, door de coronamaatregelen is het niet mogelijk. Om toch de knieuw militair en een vrouw te herdenken, sta ik hier met de werkgroep om vandaag een kaarsje te branden bij de graven. Om op deze manier hun te herdenken. En ik sta hier met de voorzitter van de Molukse werkgroep uit Zwolle, Diane. Dankjewel. Ik wil graag wat woorden richten tot onze gemeenschap. Vandaag zouden wij met de Molukse gemeenschap stilstaan bij het feit dat uw ouders, onze opa's en oma's, 70 jaar geleden naar Nederland zijn gekomen. Een lange tijd waar pijn, verdriet met vreugde en geluk samen zijn gegaan. Een lange tijd waarin wij als werkgroep respect voor hebben. Respect voor onze ouders en opa's en oma's. Zij hebben ons onze toekomst gegeven waarin wij nu iets terug kunnen doen. Het afgelopen jaar zijn wij druk in gesprek geweest met de burgemeester en diverse politieke partijen. Wij hebben het verzoek neergelegd bij de burgemeester om de graven van de eerste generatie knielmilitairen en hun echtgenoten een bijzondere status te verlenen. Het proces is in volle gang en wij hopen op een mooi resultaat. In deze film laten wij u ook een filmpje zien die burgemeester Peter Snijders aan ons heeft gericht. Hij zou vandaag ook aanwezig zijn. Door de coronamaatregelen is hij helaas verhinderd. Vandaag staan wij met de werkgroep op begraafplaats Bergklooster met Talita Rahayan. Zij zal deze ochtend met ons meelopen om ons verhaal te delen. Vandaag gaan wij alle Molukse knielmilitairen op Bergklooster en Kranenburg herdenken door een kaars te plaatsen bij hun graf. Zo staan wij toch stil dat zij 70 jaar geleden de weg voor ons hier in Nederland hebben vrijgemaakt. Voordat wij alle namen gaan noemen, nemen wij 1 minuut stilte in acht. Dank u wel. Lieve papa, mama. Op deze dag willen wij jullie herdenken die met z'n allen 70 jaar geleden hier zijn gekomen. Na alle leed, voor alle leed en opofferingen die jullie hebben gedaan om ons allen hier een mooie toekomst te geven. Dank u wel. Aangedaan bij Bergklooster. En nu gaan wij lopen naar Kranenburg om daar ook nog een aantal kaarsen aan te doen van de knielmilitairen. Vandaag herdenken wij al onze titters en ninnis die alleen of met hun gezinnen 70 jaar geleden naar Nederland zijn gekomen. We branden een kaars voor. Dit is F. Balenboom, dit is H. Balenboom en dit is T. Balenboom, Leo Arten. Zit de E weer elkaar in, zit de R weer elkaar in, zit de W Ruiswaar in en in H Ruiswaar in Ruipassa, zit de F M Damayanon, zit de P Damayanon en in N Damayanon Korbayaan, zit de F Dangeelboen en in J Dangeelboen Groten, zit de V Aruar
en Lini B. Elhoard met hem. Dit is N. van Brenen. Lini H. Kabit Nuru Mekan. Dit is A. Hea Tuboen. Dit is D. N. Boekeboen. En Lini M. Boekeboen. Dit is J. L. Pertini. Dit is A. Kujanan en Lini N. Kujanan Rajanan. Dit is B. B. met de Boeti. Dit is A. Linduan en Lini J. Linduan Tuboen. Dit is DF Pachanan en meneer D. Long Rijn Pachanan. Dit is J. Pachanan en meneer P. Pachanan Reatubu. Dit is N. Voorwijn Waren. Dit is M. Putna Hoeven. Dit is A. Putna Hoeven en meneer S. Putna Hoeven Juni. Dit is W. Rada en meneer S. Rada Nieuw. Dit is J. J. Ryan. Dit is M. M. Ryan en meneer A. Ryan Rawari. Dit is M. Ryan. Dit is A. Ryan. Dit is Greg Ryan, dit is J. A. Rahalus. Dit is N. Rahalus, dit is D. Rahalmetan en Nene Rahalmetan Poetra. Dit is J. Rahalmetan. Dit is F. Rahalkubal. Dit is J. Rahandra en Nene J. Rahandra Rahayana. Dit is J. P. Rahandra en Nene C. Rahandra Hoekeboen. En Nene W. Rahandra Mamakai. Dit is H. Rahantoknam en Nene C. Rahantoknam Tomasoa. Dit is A. Rantoknam en Nene A.S. Rantoknam Raadbouw. Dit is J.D. Raadbouw en Nene A. Raadbouw Hoekeboen. Dit is M. Raadbouw en Nene D. Raadbouw Raadbouw. Dit is W.N. Rahanar. Dit is L. Rahering en Nene C. S. Rahering Harjo Paviro. Dit is P. Renwaring. Dit is C. Setuboen en Nene H. Setuboen. Dit is H. Tobatuboen en Nene E A M Toa Tubun Renouk. Dit is P. Ubo en Lini M. D. Ubo Rahan Kuba. Lini Samalo, Lini M. Resmo Ryan, Lini L. Rayan Dan Lai. We branden ook een kaas voor TT Roetaboen en TT Nini Namsa. Zij zijn gefamilie. Ook herdenken wij de knielmilitairen die teruggegaan zijn naar Indonesië en daar zijn overleden. Ook voor hen branden wij een kaas. TT en Nini Sondai Kuboen. Dit is Van Heli, dit is Afdan, dit is Resmo, dit is Jan Lai, dit is El Biruatari en om M. L. Rahaya. Op begraafplaats Kranenburg branden wij een kaas voor dit is D. Letwori en in de F. Letwori Potje Ratu. Dit is V. Sutella en in de G. Sutella Tam. In de S. J. Sapulite Leerdewe. Dit is A. D. Abitule. Ook plaatsen wij een kaas bij het Zandrovenmonument. Waar we nu zijn, om stil te staan bij de knielmilitairen die voor ons op Kranenburg nog onbekend zijn. We hebben net voor alle knielmilitairen een kaarsje gebrand. En tot slot heeft de burgemeester van Zwolle nog een woord aan de Molukse gemeenschap. Beste mensen, beste leden van de werkgroep 70 jaar Molukkers in Zwolle. Vandaag is een bijzondere dag. Een dag waarop jullie in Holtebroek hadden willen stilstaan met alle generaties bij de komst van de Molukkers naar Nederland en naar Zwolle, nu 70 jaar geleden. Ik ben blij dat jullie, ondanks corona, een symbolische manier hebben gevonden om dat toch nog te doen. Door kaarsjes te branden voor jullie voorouders. En op die manier stil te staan bij wat er 70 jaar geleden is gebeurd. Het zijn zwarte bladzijden in het geschiedenisboek van Nederland, in ons gezamenlijke geschiedenisboek, zeg ik erbij. Ik heb heel veel respect voor jullie. Hoe jullie als vertegenwoordigers van de latere generaties opstaan voor jullie ouders en grootouders. Respect ook voor jullie grote betrokkenheid en saamhorigheid. Geboeid heb ik het boek Verbroken Belofte gelezen. Bijzonder indrukwekkend. Waaraan tal van Molukkers meewerken uit heel Overijssel en ook uit Zwolle. De interviews raakten me. Er spreekt veel verdriet en pijn uit, maar ook een enorme veerkracht. Ik citeer in deze context graag Hans Goedkoop. Zijn portret met citaat maakte deel uit van de recente expositie Ogen die spreken in Park Eekhout. Geschiedenis is in de kern empathie. Wees nieuwsgierig naar wat je niet snapt.
En hoe meer tegenstrijdigheden je in jezelf kunt verenigen, hoe sterker je wordt. Ik hoop volgend jaar met jullie en de vertegenwoordigers van de eerste generatie alsnog stil te staan bij deze pijnlijke geschiedenis. Een geschiedenis die ons allen bindt. En die moet worden doorverteld. Van generatie op generatie. Om het verhaal levend te houden, zodat we dit belangrijke hoofdstuk uit onze geschiedenis niet vergeten, nooit vergeten. Een geschiedenis waar we in Zwolle tegenwicht aan willen bieden. Door ons als gemeentebestuur sterk te maken voor een bijzondere status van de eerste generatie Molukse knilgraven. Zo krijgen deze overleden mensen het respect dat ze verdienen. We spreken elkaar. Hou jullie goed. Blijf gezond. Dag.